Hou je van goed geklede mannen? Ben je nu begonnen? Nee. Ik stel je gewoon een vraag. Hou je gewoon van goed geklede mannen? Ja, tuurlijk. I have to get real disrespectful in this mother. Je zei je hield van mannen die goed dressen. Heb je daarvoor gekregen? Je wil echt snel omkleden, dat is wel echt goed. Tuurlijk. Okay. Ik ben niet als die andere mannen, zeg maar. Als jij tegen mij zegt van luister, we hebben om 10 uur spontaan een date, ik ben 10 voor 10 klaar. Tot het weten. Snap je wel? Staan de camera's al aan? Van waar komt jouw naam eigenlijk? Welke naam? Heet Mystiek. Waar komt dat vandaan? Ik heet eigenlijk Chelsea. Maar heet hoe? Chelsea. Mm-hmm. Zoals een voetbalclub. Maar mijn tweede naam is Mystiek. En dat is Frans, voor mysterieus. Volgens mij zit er niet echt een reden achter. Oké. Okay. Interessant, hè? Maar waar komt die 8 vandaan dan? Ik kom uit augustus. Ik ben geboren in augustus. Oh, 8. Oh, oké, mooi. Nou, 4. En we weten wat 4 keer 2 is, dus ik denk dat we al een match zijn, zeg maar, onbewust. Al in onze eigen namen, zeg maar. Jij hebt een 8 in je naam, ik heb een 4. Coincidence? I think not. Next question. Dat was geen vraag, zeg maar. Het matcht al gewoon. Oké, je hebt gelijk. Kan je koken? Mooi. Gelukkig kan ik dat. Kan je koken? Ja, tuurlijk. Hou van mannen die kunnen koken. Mijn vader kookt altijd voor mij. Die doe ik het voor. Oh. Goed om te weten. Wat is je favoriete gerecht? Alles wat mijn vader maakt. Oké. Okay. En wat wil je het liefst dat hij voor je maakt? Okersoep. Okersoep. Hey, je bent anti, dat ken je niet, hè? Nou, pas anti toch? Wat zei je? Ik heb geen anti. Mijn vader is van Surinaams. Lijkt op een anti? Je lijkt op iets tropisch waar mooie vrouwen vandaan komen. Dank je. Zie je mijn chest? In die pak, zeg maar. Nee. Die zeg maar, je is een squat fitness ik. Dus nu doet het overal pijn in mijn lichaam. Beetje spanning. Waarom? Voor mij. Als ik je aan moet kijken in je ogen, word ik wel echt zenuwachtig, zeg maar. Zie je? Ik moet zelfs stotteren, zeg maar. Zo mooi bij je. Ik weet niet of ik moet blozen of dat het mijn blusje is. Ik denk beide. Ik denk beide. Het kan niet meer. Hou je van grappige mannen? Als je maar lachen, ben je binnen. Je stelde ooit een vraag, een hele filosofische vraag. Je stelde de vraag... Op TikTok, wat moet een vrouw doen voor? Bloem en chocola. Bloem en chocola. Wat moet een vrouw doen voor bloem en chocola? Wat een vrouw voor mij moet doen. Mooi zijn net als jou. That's it. Voor mij hoef je niet veel te doen. Voor mij hoef je alleen mooi te zijn voor... Geen inhoud. Nee, puur omdat jij het bent, zeg maar. What up? Heb je dit voor mij gehaald? Ja. Nu ben je binnen, Senjo. Dit is echt de key to my heart. Ik zie er goed uit, ik ben grappig. Ik ben wel gedressed, je bent grappig. Begrijp je? Je kan koken. Je hebt roze en chocola. What's next? Zit wel echt vol verrassingen of niet? Ik ben een man vol met verrassingen. Oké, wat voor verrassingen nog meer dan? Wat zit er nog meer in? Wat voor lagen zijn er nog meer? Dat was het, denk ik. Kom op. We moeten iets dieper graven. Jij houdt van eten?
los van de draaidagen en gekkigheid ben ik hier ook te vinden, dus. Oké, okay. Pizza met of zonder ananas? Oh mijn god, dat is een hele goede vraag. Wacht even. Ik geloof niet dat jij zo'n monster bent. Eet jij met of zonder ananas? Pizza gaat niet op ananas. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, wat vind je van mannen die fluiten op arme piano? Kan echt niet. Kan echt niet. Er mag één persoon fluiten. Nee, er mag één persoon fluiten. Er mogen niet vijf fluiten door elkaar. Wat vind je van de fluitman? Als jij bent aangewezen stel, als fluitman. Stel, ik zeg nu tegen jou... Ja. Oké, maar laat me dit zeggen. Ik ga niet doen alsof ik een of andere amapiano fan ben. Ik ben maar één keer naar een amapianofeestje geweest. Mm-hmm. En? Maar alle filmpjes, als ik vijf fluitjes door elkaar hoor, dan word ik gek. Oké. Okay. Dat is ADHD, snap je? Maar, heb je nooit gedacht van, deze man zijn fluitskills, ik wil gewoon echt weten gewoon. Die man is op ritme, alles. Het pakt me gewoon. Ik wil alleen op zijn fluit dansen, zeg maar. Nee, niet zo. Ik bedoel van op zijn fluit ritme. Wow. Op zijn fluit ritme. Nee, kom één. Sorry, papa. Op zijn fluit ritme. Nee, daar heb ik nooit echt bij nagedacht eigenlijk. Nee. Het is echt moeilijk, wist je dat? Ben jij een fluiter? Ben jij dat? Ik ben die guy met die fluit, man. Hoe oud was je ook weer? Maak je niet druk, Sharé. Dat zeg dan. Wat denk je? 21. Ja, ben ik zelfs 23 als je dat wilt. Echt lekkere friet, trouwens. Eet je dit vaker? Ja. Wat is jouw lievelingseten? Alles wat jouw lievelingseten is. Boterhamsoep is ook mijn favoriet. Wil je een grote bruiloft of een kleine? Ik wil een kleine bruiloft, maar een grote honeymoon. Zie je, bij die 4 en die 8 wist ik al dat we meant to be waren. Maar weet je, welke artiesten zouden er moeten komen? Oh, goede vraag. Maar gaan we echt voor wedding vibes of gaan we gewoon echt op 5 vibes? 5 vibes. Als wij 5 vibes hebben, dan gaan we. Mag iedereen kiezen? Ja, je mag iedereen. Leven en dood. Nee. Gewoon Nederlands. Laten we beginnen bij het Nederlands. Nederlands. Ja. Ik heb al eentje. Zeg gewoon? Jay Jossie. Ja? Ja. Zijn showcase. Welke pokoes? Oh. Als je geen swim deep zegt, toch? Ja, vind ik ook wel een vibe, maar... En? Ja, maar dat ene album van haar is wel echt Heartbroke Girl, weet je wel? Dus die kan echt niet op een bruiloft. Ja, oké. Okay. In de nacht vind ik ook wel een vibe. Klaar. Yeah! Je hebt gewonnen. Oké, volgende artiest. S.O.P. S.O.P. Oké, legit. Maar... Kijk, hou van S.O.P. omdat het echt mijn jeugd is. Maar de vibe van Broederliefde is wel iets anders. Oké, Broederliefde, oké. Jawel. Emotionele chantage en je blijft ervan. Binnen de razen. Maar John heeft wel zo'n nieuw liedje uitgebracht. Die niemand. Heb je gehoord? Ja. Weet je wel dat niemand het leven zo zinvol maakt. Oké, internationaal. 100% Justin Timberlake. Welke heeft een lauwe poppel? It's like in my mirror. Oh, my mirror is nee. Ken je die niet? Jawel. Ik ben geen Justin Timberlake fan. Nee, ik zeg je eerlijk, dit liedje, al mijn vrienden weten, ik luister die elke ochtend. Ed Sheeran. Welk liedje? Funny eye. Be loving you. Till. Maar, die met Burna ook. Peru? Nee, die is niet. Nee. Die For My Hand. I'm in your life until the night is over. Vind ik ook wel fijn. Okay, Justin Timberlake. Maar alleen Mirrors, dat is gewoon echt mijn liedje. Alleen Mirrors. Ga als je nu binnen, als je thuis bent, ga die clip van kijken. Voor jou ga ik het luisteren. Okay, ben je vaak boos? Ik ben nooit boos. Maar als je mij echt boos. Ook niet. Ik ben niet vaak boos. Maar als ik over die streep ben, dan is het ook echt klaar. Ik ga nooit over die streep komen. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen thuis? Ik vond het een hele leuke date. Hij had alleen niet verteld. Als je kijkt,
Tot snel. Ik vind dat je wel even een goed woordje voor mijn vader moet doen. Hij gaat niet accepteren dat ik anders op date ben gaan met iemand. Je hebt het gezien, ik heb heel veel moeite in uw dochter gestopt, dus... Ik wacht een e-mailtje binnen 48 uur met uw goedkeuring. About to get real disrespectful in this motherfucker.